wij maken ons niet zo snel boos. We maken ons niet zo snel zorgen. Wij vertrouwen erg op de overheid. En in dit geval is dat misschien niet helemaal terecht. Dus wat ons betreft is het niet al het speelgoed chemisch veilig. Moeten we ons zorgen maken? Ik zou me zeker zorgen maken als ik nu nog kleine kinderen had. En erg oppassen met wat ik aanschafte. Zo, daar beweren ze nogal wat. Hier in de laboratoria van de Universiteit Utrecht onderzoeken ze speelgoed. En zij vinden die bewering wel erg ver gaan. Maar toch hebben ook zij voor ouders een waarschuwing. Ik denk dat je kan zeggen dat voor de gerenommeerde speelgoedwinkels, die een behoorlijke kwaliteitscontrole hebben, dat speelgoed eigenlijk altijd zal voldoen tegenwoordig aan de normen die de Europese en Nederlandse overheid stelt. Maar als je niet in die gerenommeerde speelgoedwinkels gaat kopen? Ja, als je speelgoed koopt via internet, misschien op markten van onduidelijke leveranciers, dan kan je afvragen waar het vandaan komt. En met name als het uit Aziatische landen komt, dan zou je het risico kunnen lopen dat er te hoge gehalten in zitten van stoffen als weekmakers en bisphenol A en lood.